In 2016 heeft meisjes A-team van Apollo zichzelf verbeterd en een topprestatie neergezet. Wat is namelijk het geval? Dit zeer talentvolle meidenteam in de leeftijd van 16 tot 18 jaar heeft de regionale finale gewonnen en daarmee het recht verworven om mee te doen met het nationaal kampioenschap. De speelsters en de begeleiding lieten zich deze uitdaging niet voorbij gaan en gingen gretig de confrontatie met de andere 7 regionale winnaars aan. Het resultaat was een knappe 4e plaats. Met veel zweetdruppels in de voorbereiding en veel zelfdiscipline om studie en hobby te combineren is dit resultaat bereikt. 3 tot 4 trainingen per week liggen eraan ten grondslag. Daarnaast nog de individuele trainingen die de speelsters uitvoeren om topfit te zijn. En alsof het nog niet genoeg is, trainen ook een aantal meisjes mee met dames 1. Het leidt dan ook binnen Apollo niet tot verbazing dat er 4 speelsters nu in dames 1 spelen. Dames en heren, genomineerd als jeugdsportploeg 2016, Apollo Meisjes A. Apollo.